Nou, wij kregen vanmiddag rond 12:15 kregen wij een melding in Frieseveen dat daar aan de zuivering bij een bedrijf iemand naar binnen was gelopen. En die man die vertelde dat hij zojuist was ontvoerd en kon ontsnappen. Nou, collega's zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan, hebben die man daar opgevangen, hebben zijn verhaal aangehoord. En gelukkig konden we kort daarna twee personen aanhouden aan de Lutkeberg in Geesteren. Nou, hij was behoorlijk onder de indruk wat hem overkomen is. Hij is gekneveld, hij is waarschijnlijk ook mishandeld. Hij is zo achter in een busje vervoerd richting Frieseveen. En daar kon hij zichzelf in veiligheid brengen door uit het busje te ontsnappen en al knevelend dus naar het adres te lopen waar hij uiteindelijk bevrijd is. Nou, wij denken dus dat de twee personen die we hebben aangehouden, dat die betrokkenheid hebben met deze ontvoering. En wij hebben daar een doorzoeking gehouden. En wat daar nou precies gebeurd is, ja, dat moeten we dus nog verder onderzoeken. Nou, als iemand weet wat hier gebeurd is, waarom deze man ontvoerd is of wat daar aan de hand is geweest aan de Lutkeberg, ja, dan willen we heel graag in contact komen met personen die ons daar meer over kunnen vertellen. En ze mogen ook contact opnemen met onze criminele inlichtingeenheid. De nummers waar getipt kan worden staat op politie.nl, maar bellen met 0900 8844 kan altijd.